De rommelmarkt is geopend. Welkom op het grootste spektakel in de zomer bij Juliana. En daar komen ze. Wat een gezelligheid weer. Zoveel bekende gezichten. Welkom, dames en heren. Rustig aan. Genoeg voor iedereen. Rustig aan. Wil je weten waar je staat? Kom daar dan voor kijken naar alle bekende gezichten. Goedemorgen. Ja, we staan hier bij voetbalclub Juliana. En we hebben voor de 33ste keer onze jaarlijkse rommelmarkt. Ja, een van de grootste rommelmarkten van de regio Nijmegen. Volledig gerund door vrijwilligers. Ja, we verwachten ongeveer 1700 bezoekers vandaag. Het is nu nog hartstikke gezellig druk. We hebben prachtig weer. Dus ja, prachtdag. Elke sportclub en vereniging kampt met een tekort aan vrijwilligers. Toch lukt het voetbalclub Juliana en Malde om genoeg vrijwilligers op de been te krijgen voor de rommelmarkt. Ja, dat is toch eigenlijk wel heel bijzonder. Elk jaar vragen we ons weer af hoeveel vrijwilligers kunnen we krijgen. En nou, van jong tot oud hebben we mensen die zich aanmelden vanuit de jeugdteams. Maar ook mensen die klaar zijn met werken en hier kunnen opbouwen. Dus we hebben toch weer tussen de 150 en 200 vrijwilligers die hier aan meehelpen. Vandaag hier lopen er 142 rond. Iedereen kampt, elke club kampt met een tekort aan vrijwilligers. Hoe kan het dat bij Juliana er nu gewoon 142 staan? Nou, dat heeft er wel mee te maken dat van iedereen in de club zich dus van bewust is dat hoe belangrijk het is voor de club. Dat jeugdteams meehelpen met de opbouw. Dus ja, van jong tot oud wordt aangesproken om hier aan mee te doen. En het is ook gewoon zo gezellig met de mensen hier te verkopen. En na afloop met de vrijwilligers een klein feestje in de kantine. Dus het is en leuk en heel nuttig. Waarom ben jij een van de vrijwilligers van de rommelmarkt? Meerdere redenen. Ten eerste omdat het natuurlijk een heel mooi initiatief is wat we als club kunnen doen. Puur op basis van vrijwilligers. En wat uiteindelijk een prachtig bedrag oplevert ieder jaar voor de jeugdafdeling. En ik heb hier twee kinderen voetballen in de jeugdafdeling. Dus ik draag graag mijn steentje bij. Nou ja, ik heb een hart voor de club, hè. Dus ik vind het hartstikke leuk hier dingen verkopen, mensen helpen. En het is altijd een leuk initiatief. De opbrengst gaat elk jaar naar de jeugd, vooral voor materialen voor de jeugd. Eventueel clinics of evenementen die we organiseren. En teamuitjes, een budget voor teamuitjes wordt daar ook mee gesteld. Dus ja, zeer belangrijk voor de jeugd. Wat is het mooiste item wat er vandaag staat? Nou, dat vind ik toch wel de piano. We hebben gekke dingen hier gezien, zeilboten. We hebben hartstikke mooie luxe artikelen. Maar de piano die hier onder het scorebord staat, ja, daar kan gewoon net zoals op het Centraal Station lekker op gespeeld worden. Maar hij gaat ook wel zeker over de toonbank.